kan helaas niet komen, want mijn hond heeft mijn haar eraf geknipt. En ik moet nu eerst naar de kapper, want ik ga zo niet werken. Wil je nou omdat je niks te doen hebt, of ben je gewoon serieus? Want het klinkt wel heel erg... Ik ben serieus, want anders zou ik niet bellen. Hoi, ik ben Bo en superleuk dat jij kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat jullie altijd heel erg leuk vinden en wat jullie ook altijd super vaak weer aanvragen. Ik ga me vandaag namelijk weer ziek melden bij bedrijven waar ik helemaal niet werk. Vind je de video dan leuk? Dan zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet eronder ook niet te abonneren. En let's get started! Voordat ik ga beginnen wil ik alle mensen die via Instagram gekke redenen hebben ingestuurd nog heel erg bedanken voor het insturen. Mijn Instagram is bopotman. Mocht je hem nog niet volgen, ga hem dan even volgen. Lijkt me super leuk. Ik ga nu beginnen met bellen, dus let's go! Reden nummer 1. Zeg dat je met de trein naar het werk moest, maar de trein ging opeens de verkeerde kant op. Dit is natuurlijk best wel een gekke reden. Ik ga daarom ook beginnen als eerste met het bellen van een supermarkt, want dat vind ik wel leuk passen bij deze reden. Ik ga even een nummer opzoeken van een supermarkt en dan ga ik bellen. Goedemiddag. Goedenavond, u spreekt met Sophia. Ik had even een vraagje, is toevallig de manager aanwezig? Vandaag niet helaas. Oké, want ik had vandaag mijn eerste werkdag bij jullie. Ik moest om 6 uur beginnen, maar ik kan helaas niet komen. Omdat vandaag? Ik zou onderweg naar jullie, ik moest met de trein. Dus ik stapte in de trein, maar de trein is echt totaal de andere kant op gegaan. Dus ik red het nu niet meer om vanavond te komen werken. Oké, ik zal je heel even doorverbinden met de teamleider van... Ja, want je werkt bij Vakkenvullen, neem ik aan? Ja. Ja, ik zal je even doorverbinden met de teamleider van Vakkenvullen, ja? Is goed, dankjewel. Eén momentje. Doei. Doei. Hallo? Ja, ben ik weer. Goedenavond, ik spreek met Sophia. Ik had vandaag mijn eerste werkdag bij jullie en ik moest om 6 uur beginnen. Maar ik kan helaas niet komen, want ik ben de trein ingestapt. Omdat ik naar jullie toe moest natuurlijk. Maar de trein is totaal de andere kant op gegaan, dus ik red het niet om te komen. Sorry hoor, ik hoor heel weinig van. Wat? Sorry, je bent Sophia? Ja, ik had vandaag mijn eerste werkdag bij jullie. Ik moest werken tot sluit. Maar ik ging met de trein, want ik woon een stuk van jullie vandaan, dus ik ging met de trein erheen. En toen ben ik ingestapt, maar de trein is totaal de andere kant op gegaan, dus ik red het nu niet meer om te komen. Oké. Maar in principe als je tot sluit zou werken, dan zou je nog hierheen kunnen komen, toch? Dat is... Ja, maar dat is heel erg onhandig, want dan is het niet echt meer lang. Nee, dat snap ik. En de trein is echt de andere kant op gegaan. Ik zit nog steeds in de trein. Ik weet niet eens waar die heen gaat. Nee, oké. Waar moet je vandaan komen? Ik woon een stukje buiten Amsterdam. Oké. Dus namelijk sowieso, ik ga namelijk om 7 uur naar huis. Dus okay. Er is sowieso niet echt iemand die echt kan inwerken. Dus dat maakt misschien niet zoveel uit. Ik wist er eigenlijk dat het niks van. Wat is je achternaam? Van den Amstel. Van den Amstel, oké. Dus ik ga zo even onderzoeken of jullie er wel in stond, want ik wist echt helemaal niks van. Oké. Maar dat is dan voor nu even goed. En heb je al een andere dag dat je moest werken? Nee, vandaag zou mijn eerste werkdag zijn en we zouden dan nog even overleggen wanneer nog meer. Oké. Heb jij dan van de week of maandag zou ik dat even doen? Ja. Met contact op? Of ja, is goed. Oké, is goed, ja. Ja, oké. Dan werk je maandag de eerste keer. Oké, is goed. Van hoe laat tot hoe laat dan? Dat denk ik. Dat durf je niet te zeggen. Oké. Maar dan moet je even dan overleggen. Is goed. Ja? Oké. Oké, is goed. Doei. Dankjewel, doeg. Oké, dit is super grappig. Ik moet dus blijkbaar maandag werken in de vulploeg. En voor de rest, ik heb geen idee. Ik vond trouwens wel dat deze meneer echt super aardig reageerde. En het meisje wat ik daarvoor aan de telefoon kreeg ook. Dus echt alle respect daartoe, super chill. We gaan snel door naar reden nummer 2. Reden nummer 2. Zeg dat je hond je haar heeft afgeknipt. En dat je dus echt niet kan komen werken omdat je eerst naar de kapper moet. Oké, een beetje een gekke reden, maar wel heel grappig. Ik ga hier voor een fastfoodketen bellen. Ik ga even een nummer opzoeken en dan ga ik bellen. Dus let's go! Goedenavond, u spreekt met Sophia. Ik had even een vraagje. Ik had vandaag mijn eerste werkdag bij jullie. En ik moest... Ik moest rond 6 uur beginnen. Maar ik kan helaas niet komen, want mijn hond heeft mijn haar eraf geknipt.
En ik moet nu eerst naar de kapper, want ik ga zo niet werken. Kijk, jij moest officieel vandaag om 6 uur beginnen? Ja. Kijk hoor, en Sophia was het? Ja, klopt. Maar je hebt je eerste werkdag en je moest om 6 uur beginnen? Ja, klopt. En je werkt wel bij... Nee, ja, klopt inderdaad. Even kijken hoor, ik heb jou vandaag namelijk even mee te opstaan. Volgens mij, dus ik heb je niet... Nee, want het was wel de bedoeling dat ik vanavond ingewerkt zou worden, hè? Omdat dat ook nog niet gebeurd was. Dus zeiden ze, ja, dan kan het gewoon vanavond, dan kan het gewoon ja, dan en dan. En toen hebben ze me deze datum doorgegeven. Ja, dat heb je met gesproken. Ja, klopt. Want ik kan dus niet komen, want mijn hond heeft mijn haar eraf geknipt en ik moet nu eerst naar de kapper, want dit kan niet. Ik denk niet dat jullie hier vrolijk van worden namelijk. Even kijken, maar ik heb je niet opstaan, dus ik ga er zo even naar kijken. Maar dan weet ik dat in ieder geval. Dus bedankt voor je belletje. Oh, oké. Bel vanavond of morgen dan even terug voor een nieuwe afspraak. Is goed, ga ik doen. Ja? Ja. Oké, okay, dus je moest vandaag officieel? Ja, klopt. Werken van hoe laat tot hoe laat? Van 6 tot 12, meen ik. Even kijken, eerste dag. En dat heb je met besproken als het goed is. Ja, klopt. En je weet zeker dat het vandaag was? Ja, 100%, 15 september. Oké. Okay. Dan ga ik dat doorgeven. Bedankt voor je belletje en bel vanavond of morgen even voor je afspraak. Is goed, ga ik doen. Dankjewel. Ja, helemaal goed. Doei, doei. Doeg. Oké, okay, deze reageerde super chill alweer gewoon. En hij ging niet eens echt in op mijn reden of zo, dat ik dus niet kon komen werken. Omdat mijn haar eraf was geknipt door mijn hond. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan gewoon snel door naar reden nummer 3. Reden nummer 3. Goedenavond, ik spreek met Sophia. Is toevallig de teamleider aanwezig? Ik spreek met wie, sorry? Met Sophia. Sophia, en u wilt wie spreken? De teamleider, want ik had vanavond mijn eerste werkdag bij jullie, maar ik kan helaas niet komen, want... Hey, goedemiddag. Goedenavond, ik spreek met Sophia. Hi. Ik zou vanavond mijn eerste werkdag bij jullie hebben, want ik zou worden ingewerkt door iemand voor de vulploeg. Maar ik kan... voor de vulploeg. Maar ik kan helaas niet komen werken, want door de regen net is mijn hele make-up uitgelopen. En nou, je snapt misschien zelf het principe wel, maar dan kan ik niet werken. Wil je nou omdat je niks te doen hebt of ben je gewoon serieus? Want het klinkt wel heel erg... Ik ben serieus, want anders zou ik niet bellen. Ja, oké. Okay. En met wie heb je een gesprek gehad dan als je vraag mag? Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat het 2 weken geleden was, maar ik ben net pas terug van vakantie. Dus vandaar dat vandaag mijn eerste werkdag pas zou zijn. Oké, okay, is goed. En ik kan je ook terugbellen op dit nummer waarmee je mij nu belt? Ja hoor, geen probleem. Ja. Oké, okay, is goed. En mag ik je naam dan alsjeblieft? Sophie van den Amstel. Ja, is goed. Ik zet je heel even in de wacht. Heb je een momentje? Ja, is goed. Dan verbind ik je door met de hoofdleidinggever van de winkel. Is goed. Oké. Okay. Ik denk dus dat deze chick mij doorheeft en dat ze vet boos is. En ik heb ook geen idee wie ik nu aan de telefoon krijg. Oprecht niet. Goedenavond, ik spreek met Sophia. Ik zou vandaag mijn eerste werkdag bij jullie hebben en ik zou ingewerkt worden. Maar ik kan niet komen werken, want door de regen net is mijn hele make-up uitgelopen. En ja, dan kan ik niet komen werken. Oké, maar we hebben geen Sophia aangenomen. Zo ver ik niet. Maar ik heb bij jullie een gesprek gehad 2 weken geleden. En dat is, ik had vandaag pas mijn eerste werkdag omdat ik dus op vakantie was geweest en ik gisteren pas terug ben gekomen. Oké, maar met wie heb jij het gesprek gehad? Dat weet ik niet precies, omdat ik op dit moment dus niet thuis ben. Omdat ik helemaal doorweekt ben door de regen en mijn hele make-up is uitgelopen. Dus ik nu naar de dichtstbijzijnde beauty salon ben gegaan om het even te laten fixen. Oké, okay, nou dat is helemaal goed. Succes. Maar wanneer moet ik dan werken? Hoe zit dat dan? Dan moet je even langskomen en dan kun je op het reuze kijken als het zo is. Ja, maar ik kan nu niet langskomen, want mijn gezicht kan niet door de regen. Ja, oké. Okay. Dan kom je op een andere dag. Maar wie zegt dat ik dan wel geholpen word? Oké, okay, ik denk dat ze me dus door hadden en dat dat de reden was waardoor ik heel erg lang in de wacht werd gezet. Want ik heb echt 5 minuten gewacht.
En waardoor ze allemaal een beetje kort afreageerden. Maar goed, het maakt niet uit. Dit was wel weer helaas het einde van de video. Want ik heb weer 3 bedrijven gebeld met 3 verschillende redenen. Dit was alweer de video. En vond je de video nou leuk? Wil zeker weten even een duimpje omhoog. Vergeet je onder ook niet te abonneren op mijn kanaal. Ik wil jullie erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!